Misschien komt het ook omdat ik natuurlijk andere partners heb. En dat ik elke keer een soort verrassing was. Dat ik dan, nou, ben benieuwd hoe deze eruit komt. Oké, je grootste modeflater. Dat je, als je nu terugziet van foto's, dat je denkt, wat had ik aan? Jeetje, nou, ik kijk niet graag foto's terug. Ik denk dat het er vele zijn geweest. Ja? Ja, tuurlijk. Je verandert toch? Ja. Dus, en je smaak verandert. Dus tuurlijk, als ik terug zou kijken, denk je aan één ding? Weet je nog één ding? Nee. Nee? Nee, echt niet. Gewoon te veel. Jij, kan jij het verzinnen dat je een keer mij hebt gezien bij de foto? Oh, jou. Jezus, wat heeft ze nu weer gedaan? Nee, ik denk vaak bij jou dat ik denk, oh, dat vind ik leuk. Waarom durf ik dat niet? Dus ik denk van met mijn haar afknippen of zo. Oh, echt? Er zit hier iemand in een ruimte die dolgraag mijn haar zou willen afknippen. Ja, doen. Jong meid, je leeft maar één keer eraf, die handel. En trouwens zou je ook heel leuk staan. Ja, weet ik niet. Ja, wat zijn jouw modeflaters? Ja, heb je even. Echt superveel. Ja, meestal als ik het zelf kies, dat ik denk, dit is leuk. Mm. Ja, of te kort. Ik weet nog wel, dan had je een voor Veronica Magazine, een shoot. Mm-hmm. En dan zag ik me, dan zie je ineens jezelf, al ben je nog heel jong, 20, heb je een naveltruitje aan, maar dat voelde dan toch een hele lage broek. En ik ben, wat dat betreft, vind ik alles dan snel te bloot. Dus dan zie ik het ongemak. Maar dat durfde ik toen echt niet te zeggen. Want toen, ik was een danseres, dus ik kon helemaal niet praten. Dus, wat grappig. Door schade en schande, denk ik, wijs geworden, ja. Nou, Chantal. Even eerlijk. Wel eerlijk zijn, ja. Hè? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Wat denk jij dat mensen het meest irritant vinden aan jou? Dat ik me overal mee bemoei. Als ik het niet zie zitten, dan zou ik willen dat ik het beter kan verbergen. En ik weet zeker dat dat mij meer had gebracht. Maar ik kan dan niet mijn mond houden en ik heb een fysieke weerzin dan in mijn hele lijf. En ik kan dat dus niet. En dan moet ik dat zeggen. Ik ben soms wel eens dat ik een soort flatliner kan zijn. Mm-hmm. En dan moet ik mezelf wel aanzetten. En omdat ik weet dat dat misschien te oninteressant is. Dus als ik me te veel aanzet, dan fladder je weer te veel. Dan wordt je stem ook hoger. Dus dat denk je mensen echt dan over na, over dat soort dingen? Ja, soms denk ik er wel over na. Dan weet ik weer, ik moet niet iets doen wat ik niet leuk vind. Want dan ga ik het dus, denk ik, niet helemaal doen zoals ik wat ben. Ben jij een overdenker? Oh, ik denk mezelf helemaal. Misschien zou ik dat ook stuk vaker moeten doen. Hè? Ja. Dit is echt een vraag voor jou. Even eerlijk. Wat had je graag voor je eerste bevalling willen weten? Ik weet jouw antwoord. Oh, jeetje. Ik denk dat als ik had geweten dat de rugprik zo'n bevrijding zou zijn, denk ik dat ik hem wel had genomen. Ik heb natuurlijk de eerste, die vier bevallingen heb ik gewoon naturel gedaan. Nee, het is gewoon Spartaans. Toen ik het hoorde. Maar toen ik was natuurlijk 26 toen ik zwanger werd en 27 toen ik voor het eerst beviel. En toen waren ze best nog stellig in van nee, dit gaan we doen op deze manier. De rugprik was heel Amerikaans. Ja, maar je beviel toch niet op een boerderij? Nee, in het ziekenhuis. Maar ze waren wel echt heel stellig in, ga jij maar eens naar een verloskundige. De meeste, die vinden gewoon liever naturel en liever nog thuis. Want dan kunnen ze het zelf ook doen. In plaats van dat je naar het ziekenhuis gaat, want dan kunnen ze hun job niet afmaken. Ik schrok er wel van dat je dacht, oké, dit gaat nooit meer weg. En hier moet ik altijd voor zorgen. Echt? Had je dat? Had ik. Oh, wat grappig. Ja, dat vond ik wel. Oh my gosh, nou, ik ben wel heel gelukkig geweest. Ik zat altijd op een roze wolk. Ik kon wachten om te zien wat eruit kwam. Misschien komt het ook omdat ik natuurlijk andere partners heb. En dat ik elke keer een soort verrassing was. Dat ik dan, nou, ben benieuwd hoe deze eruit. Hoe deze morf. Ja, nee, ik had er altijd zo'n zin in. Ja, dat had ik ook.